Toch wel de 4 wedstrijden van de waarheid voor de winterstop, denk ik. Neemt de spanning al een beetje toe? Bij mij niet. Maar ik snap wel de gedachte erachter. Alleen, ik vind dat wij gewoon hetzelfde moeten doen als de week hiervoor. En daar ben ik van overtuigd dat we uit die 4 wedstrijden een behoorlijk aantal punten kunnen halen. En ik denk dat we ons dan redelijk hersteld hebben. En ja, dan kunnen we na de winterstop weer vrolijk verder. Het is toch wel een beetje zo, als je, even in een hypothetisch geval. Stel je verliest de 4, dan is het helemaal verschrikkelijk. Stel je wint de 4. Prima, eerste seizoen zelf. Gaat het niet echt niet dat je hier op de club rondloopt en denkt van... Oei, de spanning neemt toch wel een beetje toe in de groep? Nee, ik zie ook hoe er vandaag getraind is. Dat was bestoven trainers. Dat kunnen jullie, kan ik wel zeggen volgens jullie. Maar nee, maar het is... Dat was gewoon prima. En nogmaals, ik vind de laatste weken, we zijn heel, heel bewust bezig. En kijk, natuurlijk werd er ook gezegd van Heerenveen en Excelsior moet je winnen. Dat hebben we gedaan. Dus we moeten van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En ja, ik hoop dat we dat zondag... Dat we daarmee gaan beginnen tegen NAC. En dan kunnen we vanuit daaruit verder bouwen. Vorige week al met Misfits gepraat. Dat was toch aan het begin van het seizoen je maatje achterin. Er staat nu één plekje voor je. Hoe bevalt jou dat als centrale verdediger om hem voor je te hebben staan in plaats van de middenvelders die er daarvoor stonden? Ik had een goede klik met Samir. Ik denk dat het vorig jaar wel eens gebleken. In het begin van het seizoen dat we prima centraal duo zijn. En nu speelt Jeff daar en Samir voor ons. En met Ludo ook bij, zeg maar, heb je eigenlijk best wel een stevig blok van 4. Met jongens die goed in het duel zijn en veel duels winnen. En ook voetballend gewoon prima mee kunnen. Dus ik denk dat daar wel... Dat het op dit moment goed staat. Ik vind het knap hoe die dat invult, Samir. Vanuit centrale verdediging naar het middenveld toe. Dat is niet makkelijk. Natuurlijk had hij ook even moeten wennen. En dat is logisch. Maar ik vind dat hij het uitstekend doet. En het is wel een extra stot op de deur. Dus dat is wel fijn. Ja, want heb je ook het idee dat de sleutel is voor de soort van ommekeer die de afgelopen weken toch in jullie spel te zien is? Ja, dat heeft er ook mee te maken. Kijk, tuurlijk is dat is natuurlijk niet het enige. We zijn ook gewoon met z'n allen beter gaan voetballen. En dat is niet aan één speler. En dat zijn ook niet de 11 spelers die op dit moment spelen. Dat zijn ook de jongens die elke dag ons zo moeilijk mogen maken om ook te gaan spelen, zeg maar. En dat is de laatste weken, gaat dat steeds beter. En ja, nogmaals, we hebben nog steeds maar 10 punten. Je moet van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Ik hoop dat we deze lijn door kunnen zetten. En dan kunnen we in de winterstop in ieder geval weer helemaal bijstaan. En ik vind dat we daar vol voor moeten gaan. Ik zat even op 8-1-9 op teletext te kijken. Als je verliest zondag, en daar gaan we natuurlijk niet van uit. Als je verliest zondag, dan gaat NAC gewoon weer over je heen. Ja, hoe gaan jullie dit aanpakken? Daar moet je niet naar kijken, vind ik. Maar je moet ervan gaan vanuit dat we gaan winnen. Het zal niet makkelijk worden. We zullen nogmaals hetzelfde als de laatste weken moeten doen. Dat moet 100%. Als je 1% minder is, dan zijn we ook maar een matig ploeg hier. Dat is gebleken in het begin van het seizoen. En dat is misschien hard, maar dat is wel de realiteit. We moeten gewoon ons eigen ding doen. En nogmaals, ik vind dat we goed getraind hebben. De jongens zijn fit. En ik hoop dat we dan zondag kunnen belonen met 3 punten. En na de goede derby tegen Heerenveen, hoop dat we supporters de tweede 3 punten kunnen geven. Succes ermee.